Yo, Nintendo fans, welkom bij weer een gloednieuwe Paper Mario video. We zijn in het huis der valstrikken. En we moeten eens even gaan kijken waar we wat kunnen doen. Deze plank, ja kijk, zie je die plank? Dat zag er al niet goed uit, hè. Die lag los daar zo, dat kon je gelijk zien. Hoppakee, trappetje naar boven. En waarom is er één zo'n lade open? Hallo? Hallo? Hey! We hebben de miniatuur van Luigi gevonden. Ja, ik ben benieuwd of we Luigi in deze aflevering nog gaan vinden. Want volgens mij was die makker gewoon lekker hier het huis ingerend. En het zou zomaar kunnen dat die ook hier ergens aanbeland is. Wow, oké, wat gaat hier gebeuren? Dit ziet er niet chill uit. Oké, wie is er met ninja sterren aan het gooien? Zoveel! Zoveel! Oké, deze battle gaan we even doen, jongens. Holy moly! Hoe zijn jullie met zoveel? Laat me in ieder geval even die Toads laten juichen dan. Toads, willen jullie even juichen voor 300 muntjes? Willen jullie even al die ninja's op de goede plek zetten voor mij dan? Nou, ze hebben me niet echt geholpen met de ninja's op de goede plek te zetten. Maar misschien helpt het als ik dit zo doe. Deze zo. Ja, kijk, dit is al nice. Dit is al top. Oké, glanzende schoenen, jongen. Op die ninja's bakkes, jongen. Hoppakee, dap, prap. Tap, map, klap. Lekker voor jullie. En door. De volgende. Lekker hoor. Ja, dit gaat prima. Oké, nu moeten we nog eventjes de glanzende hamer gaan gebruiken voor hun bakkersen. Hallo mannetjes. Hier. Alsjeblieft. Oh nee, dat werkte niet. Nee, dat was ik vergeten. Oh, het is een paar dagen geleden dat ik deze video's heb opgenomen. En dat werkt inderdaad niet. We kunnen ze niet met de hamer slaan. Ik moet nu de origantenkracht gebruiken. Ik kan niks anders doen. Dus nou ja, laten we dat maar doen voor die laatste 4 vijandjes. Olivia, pak ze! Ik vind het zo vet. Ik vind het echt leuk gedaan, die origantenkrachten. Een of andere mega schildpad. Kijk, Mario ook er bovenop zitten, hè? Wat een baas. Bam! Lekker. Oké, die laatste zijn ook weg. Maar ik moet dus onthouden, jongens. We kunnen de hamer niet gebruiken. Eens even kijken. Als we deze 4 nou op een rijtje zetten. En dan... Oh nee, wacht. Misschien moeten we eerst even deze draaien. En daarna deze draaien. En dan deze 4 op een rijtje zetten. Kijk, hoppakee, zo inderdaad. Nou ben ik benieuwd of ik ze met mijn normale schoenen ook aan kan. Dat zou wel lekker zijn. Als dat lukt. Hop, hop, hop. Nee, kijk, dat overleven ze. Dat is dan weer jammer, hè? Dan ga ik eerst die andere rij maar aanpakken met de glanzende schoenen. Dan zijn die in ieder geval weg. Ja, en dan hebben ze toch weer de beurt, hè? Kijk, dan komen ze me toch weer aanvallen, die gekken. Oké, dit beurtje moet geen probleem zijn. Jemig, ik weet niet of hierna nog een golf komt, hoor, jongens. Want ze zijn we het aardig wat ninja's vertegenwoordigd hier tegen mij. Maar Mario kan het allemaal wel lekker aan, hoor. Oké, de laatste golf. Eens even kijken. Ja, dit is ook weer een behoorlijke golf. Toads, kom me helpen. Hier, 500 muntjes voor jullie, Toads. Willen jullie dit even fixen voor mij? Kijk, hoppakee, die zetten het even recht. Ja, lekker. HP erbij, nice. Die Toads doen alles voor geld, jongen. Geen probleem. We gaan weer voor de glanzende schoenen. Want ik hoop dat deze beurt gewoon lekker in één keer gefixt wordt. Hoppa, de eerste rij. En hoppakee, de tweede rij. Lekker. En de derde rij. Bats, lekker hoor. Oké, dan. Hoppakee, deze is klaar, deze battle. Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen. Want ik zag daar wel iets veelbelovends op de muur hangen. Namelijk dat ding. En ik heb zo'n gevoel dat we daarvoor uit moeten gaan kijken. Oké, de muntjes zijn in ieder geval in de pocket. Oh, wacht even. Die moeten we eraf scheuren. Ah, man. Ik wil dit niet doen. Ik wil dit helemaal niet. Ik denk dat ik hem pijn ga doen. Ik denk dat hij niet blij met mij gaat zijn als ik hem van de muur aftrek. Kijk, dit bedoel ik, jongens. Kijk dan. We hebben hem wakker gemaakt. Dit is helemaal niet oké. Oké, rennen. Rennen. Wow! Kom op, sneller! Wow! Wow, dat scheelde echt niks. Dat scheelde echt helemaal niks. Wat een huis is dit, joh. Gefeliciteerd, jij hebt het huis der valstrikken overleefd. Je beheerst nu officieel de edele kunst van de paddenstoelen ninjutsu. Voortaan ben je een echte ninja. Ninja! Mario! Yo, knap van je. Je bent er heel huis uitgeraakt, zegt Olivia. Goed gedaan. Je hebt al die valstrikken zonder hulp opgelost. Geef toe. In sommige kamers had ik nooit in mijn eentje de uitweg gevonden. Knap staaltje ninja speurwerk. Ik heb 22 verborgen ninja's ontdekt. Knap werk. De perfecte score ligt voor het grijpen. Ik ben er bijna. Mijn ninja niveau is nu woeste ninja. En we krijgen een beloning daarvoor. Een staart. Oh man, heb ik toch nog van die dingen gemist? Ah, nee. Ik dacht echt dat ik ze allemaal wel had. Nou, anyway. Zijn we nu klaar? Was dit het? Oké. Dat was zo leuk. Nog een keer? Nee.
Nee, ik wil die nu nog een keer. Bobby zegt, heb je daar binnen die groene snuiter ergens ook gezien? Bobby, heb jij hem niet gezien? Heb jij hem niet naar buiten zien rennen? Had je niet even op kunnen letten of je Luigi had gezien? Daarvoor zijn we toch hier. Niet om die verdachte groene snuiter te vinden. Die is binnengelopen. Ja, inderdaad. Waar is Luigi? Moeten we opnieuw gaan spelen? Moeten we het echt opnieuw gaan doen? Godverdorie. Zit hij niet hierboven dan? Heb jij misschien Luigi gezien? Heb jij Luigi gezien? De werpsterren op dit itembord horen eigenlijk te bewegen. Hopelijk zijn alle medewerkers in de onderhoudsruimte ongedeerd. Oké, blijkbaar heb ik dus toch dingen gemist. Hoppa, dat is nummer 1. 2, 3, 4, 5. Yes. Hoppa, nog één. Waarom hangt hier nog een koord? Ah, kijk. En dan deze. En dan... Wat? Deze. Dit is de laatste. In deze kamer zitten er 7. De volgende ruimte. Hier zitten er 5. Dat is 1, 2, 3, 4, 5. Kunnen we nog even deze dubbel checken? Nee, daar zit niks. Dan kunnen we hier doorheen. En kunnen we aan dit koord trekken. Kijk, dan hangt hier weer een secret toad achter. Kunnen we hier niet gewoon afspringen of zo? Oh, kijk. Ja, hier kunnen we afspringen. Potverdorie. Oh, oké. Okay. Ja hoor. Ja, dit is een geheime gang. Hier ben ik de vorige keer ook niet geweest. Kijk. Zitten hier nog toads? Oh, ja. Daar, ja. Kom. Kom eruit. Hoppa. Hoppa. En nog snippertjes. En hieronder zit er ook nog één. Ja. Yes, nu hebben we ook alle toads gered. Oh, wacht even. Hier ben ik niet eens geweest de vorige keer. En hier is Luigi, man. We hebben heel Luigi gemist de vorige keer. Ik wist niet dat ik daar vanaf kon springen. Anyway, Luigi zegt, kan iemand me helpen? Liefst Mario als het kan. Haal me hieruit. Dude, wat doe je daar? Luigi, serieus, hoe kom je daar nou weer terecht? Man. Oké, eerst maar eens even wat snippers erop gooien. Nog meer snipperonies erop. En nog een beetje snippertjes erop. Ja. En nu moeten we hem waarschijnlijk aan gaan zetten. Moeten we hierop slaan met de hamer? Ja, dit moet het zijn, denk ik. Of niet? Ja, kijk. Nu werkt het. Ja, nu werkt het weer. Luigi. Kom hier. Kom hier, Luigi. Ik ben gered. Ah, hoera. En nu niet elke keer zo wegrennen, jongen. Gozer, blijf even gewoon chillen bij je broervriend. Luigi! Gered, dankjewel, grote broer. En net op tijd, want ik heb goed nieuws. Ik heb de sleutel van Peach Kasteel eindelijk gevonden. Mag ik die hebben? Ja? Mag ik hem hebben? Loper van het Samurai Park, de sleutel. Dankjewel, Luigi. Dankjewel dat je de sleutel even aan mij geeft. Want ik denk dat hij toch beter af is bij Mario. Je gelooft nooit wat voor de dag ik heb gehad in dit knotsgekke park. Ik was op weg naar je toe tot een van die changeons bijna mijn nieuwe neus eraf beet. Maar ik ben hier gekomen verstoppen, maar ik kon de uitgang niet vinden. En plops, bam, overal ninjas. Hij viel, hij kwam hier terecht. En voor hij het wist, zat hij vast in die scharnieren. Ik en mijn neus hebben het zwaar te verduren gehad. Nou, je neus ziet er nog goed uit, Luigi. Goh, zal ik het er maar meteen vertellen, zegt Olivia. Dankjewel voor je harde werk, Luigi. De sleutel hadden we echt nodig en we zijn je dankbaar. Maar dit is niet de sleutel van Peach Kasteel. Het is de loper van het Samurai Park. Ja, Luigi, je hebt de verkeerde sleutel gevonden. Maar maakt niet uit, deze hadden we ook nodig. Helaas, Pindakaus, ik ga meteen op zoek naar de echte sleutel van Peach Kasteel. Tot later, grote broer. En tot later, Olivia. Nee! Ren nou niet weg! Oh, Luigi, doe nou eens een keer even rustig. We hebben in ieder geval de sleutel die we nu nodig hebben. Dus dit hadden we nodig om verder te komen in de story. Niet per se al die toads. Die ninja toads, die moeten we vinden voor de collectibles. Maar deze sleutel, die hadden we natuurlijk wel nodig, potverdorie. Man. Weet ik veel dat ik daar af kon springen. Oké, er zitten 5 ninja toads hier op die stekels. Kijk, dat is 1. Hier is nummer 2. Hier is nummertje 3. Ondertussen ben ik hier natuurlijk weer veel te ongeduldig voor. Oh, hier zit er ook nog één, joh. Bij die deur. Die hadden we sowieso gemist de vorige keer. En dit is de 5e. Oké, dan kunnen we nu hier aan dit koord gaan trekken. Hoppa. En daar komt nummer 6. Hier zitten ook nog 2 ninja's bovenop die balken. De eerste zit volgens mij hier, ja. En de tweede, die zit, als het goed is, hier. Kan ik hier nog naartoe? Nee, ik kan hier niet naartoe. Moeten we hier overheen springen. En hier overheen springen, deze blokjes ontgrendelen en dan dit kistje openmaken. Want daar zit namelijk ook nog een toad in. En dan kunnen we veilig naar beneden. En dan zitten er in deze kamer ook nog 2. Namelijk eentje zit achter deze deur. En die andere ben ik ook vergeten, want we moeten inderdaad wel deze plank slaan. En dan moeten we inderdaad ook
dit ding slaan, op die kastje slaan en dan op het laatste moment moeten we er nog een tik tegen geven. Want kijk, dan komt de laatste tevoorschijn. Als het goed is, hebben we ze nu wel allemaal. Eens even kijken. Ja, we hebben nu de 25 ninja's allemaal weten te vinden. Dus bij deze, hier is je walkthrough. Ik ben een meester ninja. Nu wel, lekker. En we hebben de sleutel gevonden van Luigi. Ninja bordjes miniatuur. En nu snel wegwezen. Ik ben helemaal klaar met dit huis. Bobby, die zegt nu, je bent net te laat. Die groene snuiter die we zochten speurt er net naar buiten. Waarom doe jij niks, Bobby? Waarom lig je elke keer zo lui op je bommenreet? Sta op met die bommenreet van je en ren hem achterna of zo. Bob denkt dat het een beginnende ninja is, onze broer Luigi. Nou, gelukkig hebben wij hem ook al gevonden. Bedankt voor al je hulp. Lekker bezig, Bobby. We gaan door. Hey, kijk, nu bewegen die ninja sterren wel daarboven. Zou er nog een collectible zitten dan of zo? Laten we even gaan kijken, want volgens mij is dit gewoon een platformpie. Oké, wacht. Springen. Kijk, zie je? Dan kunnen we nu naar deze kant. Zou hier nog iets zijn dan? Oh, kijk, daarachter is nog een schat. Hoppa. Ja, ja. En, kijk eens, we hebben de miniatuur van Bobby. Lekker. En dan hebben we hier ook alle miniatuurtjes te pakken. Moeten we alleen nog even een weg terug zien te vinden of zo? Hallo? Ah, kijk, deze konden we omver slaan. Oké, het huis der valstrikken. 100%. We hebben de sleutel, jongens. We kunnen verder. Kunnen we nu echt hier door deze poort? Ik ben benieuwd of we ook door dit deurtje kunnen. Ik bedoel, we hebben nu de sleutel. Kunnen we nu ook gewoon door deze heen? Ja, kijk. Oké, wat is dit? Wat is hier gaande? Kan je deze openmaken? Niks? Nee, niks? Maak even deze open dan. Ook niks? Hallo? Hallo? Iemand? Is hier iemand? Is hier serieus niemand? Misschien als we deze deur... Nee, deze gaat ook niet open. Waarom is hier niemand? Kun jij de puzzel oplossen? Het huis der raadsels. Moeten we hetzelfde doen aan beide kanten? Bijvoorbeeld dit allemaal paars of zo. Paars laat je open. En de ene deur open. Dus paars laat je open. Is dit het? Hebben we het gefixt? We hebben hem gefixt. Nice. We gaan voor die 100% hier in het Samurai Park, jongens. Kistje open. Zit hier ook een miniatuur in? Nee, het is een HP hart van 5 HP erbij. Dat is altijd chill. Altijd relaxed. 105 HP in totaal hebben we al. Ja, toch handig dat we nog even door zijn gelopen naar dat huisje. En dan nu. Nu gaan we de poort openen. Waar gaan we naartoe? Wat zal dit zijn? De loper van het Samurai Park sleutel. Ja, de deur ging open. Ik dacht even dat die niet open ging, maar hij gaat gewoon open. Wow, die sleutel is echt de baas over alle andere sleutels. Nu kunnen we de andere toads redden en dat lint weghalen. En Bob zegt, ja, dat zal vast weer een heel makkelijke klus zijn. Ga je nu wel mee, Bob? Bob gaat gewoon mee. Wow, dit ziet er super leuk uit. Maar hier zijn echt super... veel origami wezens. Moeten we die allemaal gaan verslaan? Ik ben zo benieuwd wat we hier moeten gaan doen. Maar dat gaan we zien in de volgende aflevering, jongens. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Paper Mario en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Zie ik je daar? En anders sowieso bij die volgende video. Mazzel!